De minister van Volksgezondheid, Patrick Pengel, is zeer ontstemd over de plotselinge actie van de werknemers van de Stichting Medische Zending. De bewindsman vindt deze handeling onrechtmatig en onacceptabel. Het personeel van de stichting heeft vanaf gisteren het werk neergelegd omdat de salarissen van deze maand niet gegarandeerd zijn. Alleen bij spoedgevallen zijn de werknemers bereid medische hulp te verlenen aan patiënten. Pengel vindt de actie van de bond erg voorbarig. Ja, ik vind het heel jammer dat nu de dienstverlening naar de samenleving niet optimaal kan plaatsvinden. Terwijl het ministerie van Financiën ook nog een aantal dagen de gelegenheid heeft om de subsidiegelden voor lonen en salarissen over te maken. Dus eigenlijk, als u mij vraagt, vind ik dat heel erg voorbarig. Natuurlijk zitten mensen ook met hun eigen dingen, leningen en zo. En die worden vaak op de 28e van de maand afgetrokken. Maar dat geldt ook voor mij. Maar wanneer de bank neemt nog altijd nog een aantal dagen, indien het banksaldo het niet toelaat, toch een aantal dagen na de 28e, om de inhoudingen te doen. Dus ja, ik vind het jammer dat men nu met argumenten komt van, ik heb geen geld om naar het werk te gaan, dus ik verschijn niet aan het werk. Dat is eigenlijk met het mes op de keel onderhandelen met de directie van de medische zending. En in deze moet ik de directie dan in bescherming nemen. En hun verdedigen en zeggen dat eigenlijk de werknemers onrechtmatig, onwettig bezig zijn. De bewindsman geeft verder aan dat de leiding van de medische zending niet kan onderhandelen met een mes op de keel. Hij hoopt daarom dat de directie disciplinaire maatregelen treft tegen de werknemers die het werk hebben neergelegd. Ik denk dat de directie terecht ook een poot stijf houdt en zegt, dan ga je maar in actie, maar de consequenties voor de samenleving zijn voor jouw rekening. En de directie heeft tot en met de laatste dag van de maand de gelegenheid om de lonen te betalen. En ik hoop dat er disciplinaire maatregelen getroffen zullen worden aan de mensen die, naar de mensen die onterecht het werk hebben neergelegd. Volksgezondheidsminister Patrick Pengel over de plotselinge actie van de werknemers van de Stichting Medische Zending. Het bondsbestuur zegt in een petitie dat de actie tot 31 juli doorgaat. Indien er dan niet gestort is, zullen verdere stappen bepaald worden.